visser twee maal betrokken bij een verkeersongeval. Heeft u een video, een foto of een bericht dat u wilt delen? Bel app 4x8900 en wij maken het wereldkundig. De visser Munna Ramadin is vanochtend twee keren betrokken bij een verkeersongeval. De hardwerkende elektroman Munna Ramadin, de man die bekend staat als het maken van kapotte wasmachine, ijskas enzovoorts, heeft besloten om vis te kopen en te gaan richting Paramaribo om te verkopen en wat meer te verdienen. De man vertrok vroeg, maandag op dinsdag 31 januari op 1 februari, richting Paramaribo om vis te verkopen. Ter hoogte van afdamming is hij in slaap gevallen en de man zijn Nissan auto is helemaal in het moerassig gedeelte in het kanaal terechtgekomen. Gelukkig, dus het is gebeurd omstreeks 3 uur in de ochtend en omstreeks 5:30 in de ochtend, dan reed een pick-up langs en de pick-up heeft hem kunnen trekken uit het moerasgedeelte om richting Nikeri te komen. Ongeveer 5 kilometer terug richting Nikeri besloot de man zo tegen 6:30 in de ochtend: man, adi kringba, laat me toch richting Paramaribo vertrekken. Zo gezegd, zo gedaan en de man reed richting Paramaribo en ter hoogte van kilometer 110 kreeg hij de stralen van de opkomende zon, dus verblind verlichting, opkomende zon, Guenama Ai, en de man heeft de controle daar verloren en heeft een elektrische mast aangereden. Geluk bij een ongeluk, de mast heeft het voorruit kapot geslagen en helemaal uit het achterruit naar buiten. Dus hij heeft mast doorboor awagi. Maar u gaat niet willen geloven, mijn mensen, kijk zelf naar de beelden. Munna Ramadin is niet eens met een schrammetje vrijgekomen. En hij had een bijrijder, dus beide hebben geen ongeluk opgelopen. Geluk bij een ongeluk, moet ik zeggen. Verder kan ik u meegeven, mijn mensen, dat Munna 2 weken terug zijn rijbewijs met veel moeite heeft behaald. En kort daarna een tweedehands Nissan auto heeft gekocht. Dus pech boven pech.